een uil aan het maken voor mijn karakter. Nou, ik ben nu een logo aan het tekenen voor een opdracht. Ik vind het café leuk omdat er twee soorten zijn. Er is theater en kunst. En daarom, ik vind het leuk om gewoon iets te maken. Als je voor het Kunst & Co. profiel kiest, dan krijg je 4 uur per week krijg je theaterlessen. En theater in de breedste zin van het woord. Dus zowel acteren, zingen, dansen, bewegen. Maar ook vormgeving, dus decors bouwen, kostuums bedenken. Sowieso de omgeving van waar je dan gaat acteren, een film maakt of je stuk, je dansstuk. Waar je dat wil, dat je de omgeving helemaal aanpast aan hoe het voor jouw theaterstuk perfect zou zijn. Bij Maartenslessen hebben we decor ontworpen. We zijn met de schaal gaan werken. Plattegrond maken en vooraanzicht op schaal en alles. En ook al zou ze niet uit Nederland komen, mag ze toch ook gewoon bij komen zitten? Als Dunja erbij komt zitten, ga ik weg. Sorry dat ik zo vervelend deed, toen had ik ook altijd tegen. Het is dus niet bedoeld als vooropleiding voor een theaterschool, voor een conservatorium of voor een andere theatergerelateerde opleiding. Maar het gaat over jouw creatieve brein. Hoe denk jij creatief gezien? Dus daar ga je niet alleen in het theater iets aan hebben, maar ook in de rest van het leven. Want hoe ga jij misschien wel in het bedrijfsleven jouw fantastisch geniale plan overbrengen aan degene die het voor je moeten produceren of aan degene die het moet gaan kopen? Dus daar gaat het over. Hoe zie jij de wereld? Hoe leg jij je plannen uit? Hoe maak je van het hele leven eigenlijk theater? In vormgeving en in uitvoering. En daarom wil ik eigenlijk graag nu met jullie. Lijkt het me heel leuk om een theateroefening te doen. Sommigen van jullie kennen me misschien al, omdat ze een keer bij mij in het M-uur theater hebben gedaan. En dat heet de emotiebus. De kunst- en co-lessen zijn voor de onderbouw, maar het is ook een examenvak. En daar zit een hele duidelijke opbouw in, dat je begint eerst met heel goed kennis maken met wat er allemaal mogelijk is in het theater. Met al die vaktermen zoals karakter of als focus, zichtlijnen, dat soort dingen. Daar ga je allemaal mee aan de slag. Vervolgens ga je steeds individueler, steeds meer vanuit jouw creatieve brein ga je dat vormgeven. En wordt er meer van je verwacht. Ga dat eens op papier zetten. Ga het communiceren met de mensen die je uitzoekt om jouw idee uit te werken. Piep, 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 piep. Hey, kom eens hier jij. Jullie hebben toch niks gestolen, hè? Zou niet durven. Laat je tas dan zien. Nee, hoezo? Ik wist wel dat je iets hebt gestolen. Blue Suit Boys. Ik hou jullie zo in, hoor. De leerlingen van het Kunst & Co. profiel krijgen lessen theater en vormgeving. Waarbij ze zowel zelf op de planken staan en zelf kunnen dansen en zingen en toneelspelen. Maar ook de scenografiekant en de productiekant komt aan bod. Dus van kostuumontwerp, decorontwerp, lichtontwerp, misschien filmpjes editen. Allerlei verschillende dingen van achter de schermen. Dus het kan ook zijn dat je niet op het podium staat. Maar dat je mensen kleedt of de schmink doet of allerlei van dat soort activiteiten. Dus uiteindelijk kunnen we met al onze Kunst & Co. leerlingen een volledige productie neerzetten. Ik dacht zelf dat ik acteren heel stom vond, want op de basisschool hadden we dat ook en toen was het echt saai. Maar nu is het gewoon veel leuker, want nu mag je ook zelf dingen bedenken en zo. Dus het is moeilijk. Je moet eigenlijk gewoon een keer een dag komen kijken op de open dag. En dan moet je gewoon een keertje echt meedoen. En dan moet je kijken of je het leuk vindt. Als je wel van tekenen houdt en zo. En als je een brede fantasie hebt, dan lijkt het me wel leuk. Als je houdt om gewoon creatief te zijn. Je moet houden van het vrijheid hebben en dat je gewoon zelf dingen kan bedenken. Dat is ook gewoon Montessori onderwijs. En dat je zelf
erin gaat werken zonder dat een leraar zegt dat je dit of dat moet doen.